een nieuwe maand is aangebroken, mei. En ja, het zou lekker weer moeten zijn. Op het moment dat ik het opneem is het echt prut weer. De afgelopen dagen, ik weet niet waar aan toe zijn. Maar goed, ik geloof erin dat het nogal beter wordt. Even een kleine huishoudelijke mededeling. Volgens mij is het helemaal duidelijk. Ik heb zeg maar voor elk soort video een andere intro en outro. Dus nu, bij mijn likes en dislikes, heb ik weer een andere intro en outro dan bijvoorbeeld bij mijn shoplogs. Dat hebben we gemaakt om het wat leuker te personaliseren. Dus denk niet van, heb je nou weer een andere intro en outro? De vorige was toch ook leuk. Nee, ik heb dus gewoon verschillende gemaakt. Voor elk soort video. Er is ook een algemene intro en outro. Die zag je bij de vorige video. De beauty scenario tag. En die is dus voor video's zoals een tag of zo. Wat ik niet heel regelmatig doe. En bijvoorbeeld voor shoplogs en likes, dislikes. Dat soort video's heb ik allemaal dus een eigen intro en outro. Dus nu is met elke video een beetje nog een verrassing wat voor intro en outro ervoor zit. Dus dan weet je dat bij deze. Goed, likes en dislikes. Heel veel producten, heel veel low budget ook weer. Ik begin met het lipproduct dat ik nu op heb. Dat is de lip polish, smoothing lip polish van Catrice. Ik heb deze in 4 kleuren getest. Deze twee vind ik het mooist, 50 en 60. De namen zijn Megan Fuchsia en Pink, Mission Pink Possible. Ik vind ja, deze heel mooi. Ze hebben hele mooie kleuren, ook een mooie glans. Deze zijn ontzettend fel. Daarom vind ik ze vooral mooi, omdat ja, de kleuren gewoon heel gaaf zijn. Ik vind dit gewoon wel een leuk lipproduct. En vooral als je dus nog een mooi fel roze lipkleurtje zoekt voor niet te veel geld, is dit een aanrader. Dan heb ik het W7 of het W7 of het W7 in de Puff Natural Nude Eyeshadow Eye Color Palette. En dit is een dupe van het Naked 2 palet. Van ja, geen exacte dupe, maar het lijkt er wel heel erg op. Ik heb dit palet gereviewd samen met het Naked 2 palet. Dus ik heb ze ook even tegen elkaar gehouden. Even alle kleuren naast elkaar geswatcht. En dan zie je wel dat er verschil in zit. Het zijn echt niet kopieën. Maar in gebruik merk je, ja, is het niet zo dat als ik nu een ooglook zou maken met dit palet en een ooglook met het Naked 2 palet, dat je echt denkt, wereld van verschil. Nee, dan lijken de kleuren gewoon onwijs. En het is natuurlijk een veel goedkoper alternatief. W7 is te koop bij TA. En de pigmentatie, kwaliteit van oogschouders is gewoon top. En het is echt een heel goedkoop palet. Ik geloof dat die €7 is. Dus dit is echt voor mij ook absoluut een like. Nog iets anders van TA. Dat zijn deze kwastjes van Ecotools. Ecotools is het, ja, een van de eerste merken geweest waarvan ik goede kwasten kocht. Zo weer jaren geleden. En je hebt ze nu bij TA in dit leuke etuietje. Ik heb hem niet dicht gedaan, heel handig. Want ik dacht, dan pak ik gelijk de kwastjes even uit. Ik moet zeggen dat met zo'n setje is het toch wel lastig. Je bent verplicht een setje te kopen. Er zitten toch altijd kwasten in die je niet gebruikt. Persoonlijk vind ik deze twee het fijnst. Dit is de blush kwast en de eyeliner kwast die ik gebruik voor mijn wenkbrauwen. Vind ik echt perfect. De blush kwast heb ik vandaag ook gebruikt. En ik moet zeggen dat het toch ook wel heel erg goed bevalt. Ondanks dat hij wel platter is en ik liever een ronde vorm gebruik. Dus nu te koop bij TA. En er komen nog meer Ecotools kwasten aan. Vooralsnog is dus alleen dit setje te koop. Ik geloof voor €20. De actie was eerst €10, maar die is nu afgelopen of loopt bijna af. Op mijn site staat alle informatie erbij. Maar dan is hij dus in ieder geval €10 of €20. En dan heb je echt wel kwalitatief hele goede kwasten. Dus ik ben blij dat Ecotools nu eindelijk goed verkrijgbaar is in Nederland. 2 weken geleden had ik een presentatie van de Body Shop. En het leukste wat daar gepresenteerd is, vind ik, zijn de body sorbets. Ik heb deze in de geur moringa en in strawberry. Dit is een aardbei. Ik vind deze zalig. Het is dus geen body lotion of body butter, maar een sorbet. En je brengt deze wel, net zoals een lotion of een butter, aan na het douchen. Smeert je huid ermee in, laat het intrekken en dan verzorgt het je huid. Het heeft een hele lekkere substantie. Het is echt een beetje ijsjesachtig, als een vloeibaar ijsje, als een ijsje wat een beetje aan het smelten is. En de geur vind ik ook echt heerlijk. Ik ben dol op aardbei. En het voelt gewoon echt als een, ja, als een soort toetje op je huid. Dus ik vind het echt een heel erg lekker product. De geur is lekker, de substantie is lekker, het trekt snel in. En het is ook een beetje verkoelend, verfrissend. Dus ja, absoluut fan hiervan. Elke keer dat ik hem gebruik vind ik hem lekker worden. Lekkerder worden. Dan een dislike. Dat is dit Essence eyeliner pen in extra long lasting. En deze kocht ik met goede hoop. Ik zag het puntje. Flexibel puntje en ik moest gelijk denken aan de L'Oreal Superliner, wat mijn favoriete eyeliner is. Hij was ook wel intens zwart, maar het is voor mij een dislike omdat hij heel erg gaat vlekken. Wat voor oogschaduw ik er ook onder doe, het duurt niet lang, echt na een uurtje of zo al, dan gaat hij echt enorm vlekken. En als het dan gaat vlekken, dan krijg ik die vlek ook niet goed weg. Dus dan is het echt flink boenen. Dus daar werkt hij dan wel long lasting voor, maar dus niet op de plek waar die hoort te zitten. Dan gaat hij wel weer uitlopen. Ik merk dat hij ook na verloop van de tijd toch ook wel best wel snel waterig wordt. Want ik heb hem best wel een tijd getest. Omdat ik dacht, ik hoopte gewoon echt dat het was. Dus voor mij, dit is toch echt een dislike. Dit is de Essence, de Lash Curler, Volume en Curl Mascara. En deze heb ik in video laten zien met de nieuwe Essence producten een paar maanden geleden. En misschien herken je hem nog wel, dus dit borsteltje kan dus draaien. Als je hier dus je vinger op legt, dan gaat hij draaien. En ik moet eerlijk zeggen dat ik... ik vind het een leuk idee. Ik vind het niet lekker werken, maar dat maakt niet uit. Als ik hem gewoon gebruik als een normale mascara, is deze mascara echt nog top. Hij krult mijn wimpers gewoon heel goed. En dat is wat ik het liefste wil in de mascara. Dat hij mijn wimpers krult, waardoor ze meer lengte krijgen. En dat doet hij. En hij houdt de krul ook gewoon de hele dag vast. Dus ik moet zeggen dat elke keer als ik hem weer gebruik, denk ik... Ah ja, hij is echt heel erg fijn. Ik vind hem goed werken. Verpakking vind ik dan wel een beetje... lelijk. En ja, dat hele draaisysteem is wel geinig, maar heeft voor mij niet gehoeven. Het lijkt helaas bijna onmogelijk om de Beauty Blender goed te kopiëren, na te maken. Ik heb dit sponsje van Forever 21. Dit is dus ook een Beauty Blender variant. Ik vind de kleur heel leuk, maar echt niet fijn. Ontzettend hard. Echt hard, hard, hard. Ik vind het helemaal niet lekker werk om het op je huid te deppen. En hij brengt het gewoon niet mooi aan. Hij zaagt heel veel product op. En ik merk gewoon, ja, het is gewoon een make-up spons. Zoals ik die ook normaal nooit zou gebruiken. Gewoon een ordinair sponsje, maar dan in de vorm van een ei. En het lijkt op een Beauty Blender. Maar het is gewoon alleen qua vorm hetzelfde als een Beauty Blender. Verder niet. Dus voor mij een dislike. Hij was gelukkig niet duur, maar ik vind hem echt totaal niet fijn. Ik gebruik nog liever mijn handen dan dit eitje. De matte lipglossjes van Essence, die waren er al. Maar die heette toen de... met lipcreams volgens mij. Hadden een kleinere verpakking. Nu hebben ze dus gewoon dezelfde substantie in een lipgloss verpakking gegoten. Dus je hebt de XXL Long Lasting lipglossjes van Essence. Die zijn er al een tijdje. Nu dus in de matte variant. Ze zijn gewoon hetzelfde als de lipcreams. De kleuren zijn ook hetzelfde. Dus gelukkig zijn deze mooie tweede, waar ik al helemaal gek van was bij de matte lipcreams, zijn er gewoon nog. Nu dus zo'n asmat lipglossje eigenlijk. Silky Red. En Velvet Rose. Absoluut aanraders. Een heel mooi nude kleurtje. En dit is een hele mooie felle tint. En allebei gewoon prachtig mat en heel veel kleur. Nou, dat waren mijn likes en dislikes. Ik kan nog even mijn shirt laten zien. Kijk, selfie. Het is een combinatie tussen Celine. Celine is een modemerk. En die had een t-shirt met erop Celine. En toen kwamen er volgens heel veel bloggers die dat t-shirt droegen. Maar ook heel veel merken die het gingen kopiëren. En er dus in hetzelfde lettertype een ander woord van maakte. Heeft H&M dus Celine en selfie gecombineerd. Dus het is een, zeg maar, in het Celine lettertype wel. Maar dan dus selfie met een C. Ik vond hem wel heel geinig. En hij is leuk cropped en knalroze. Dus ik dacht, voordat ik er vragen over krijg, bij deze. Oeh, en het is zo warm. Ik snap het niet. Ik heb het bij zo warm. Ik had het helemaal niet warm de hele tijd. Maar het is nu echt... Terwijl ik aan het opnemen was, dacht ik echt... Dat was dan de video. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Vond je het leuk? Abonneer dan even hieronder. Dan zie je de likes en dislikes van de volgende maand ook weer. Doeg!